Dylan Klaassen, Raymond van Barneveld en Michael van Gerben. U kent ze vast allemaal. Allemaal bekende darters in Nederland. Darten is een sport wat steeds meer in trek komt, ook in Winterswijk. In Winterswijk alleen al spelen 250 darters verdeeld over 20 teams. Vandaag ben ik bij Café de Stam en spreek ik de twee beste darters van Winterswijk. Robin en Thijs, jullie zijn twee van de beste dartspelers van Winterswijk. Hoe zijn jullie begonnen met darten? Begin ik bij Robin. Bij mij is de dat eigenlijk begonnen op jonge leeftijd. Ik was een jaar of 13. Ja, je ziet er van Barneveld een keer een wereldkampioen worden. En mijn vader keek toen de tijd nog wel veel dat op tv. En zo is het eigenlijk een beetje het balletje aan het rollen gegaan. Het is echt ingerold dus, ja. Van familie. Ja, in principe wel, ja. Ik had dan bij de voetbal, was dan elk jaar een toernooitje. En dus elke, van elke voetbalvereniging is dan 8 man. Na je 5 voetbalvereniging was 40 man. Ja, zo ben ik een beetje begonnen met datten. Ik was dan als laatste eigenlijk nog erbij gevraagd, dat was wel leuk. Jij hebt geen zin om meer te doen? Is goed, zei ik. Toen werd ik derde en toen gooide ik best grote namen eraf. En toen een jaar daarna ben ik competitie gaan gooien. En toen ben ik direct gevraagd hier bij de Koperen Pomp nog, ook van Danny, zijn oude kroeg. En zo een beetje op een goed niveau aan het gooien. Wat maakt het darten nou zo mooi? Wat maakt het nou zo'n mooie sport? Wat ik persoonlijk een mooie van darten vind is de spanning. En wat je voor een wedstrijd eigenlijk best wel wat adrenaline eigenlijk opbouwt. De spanning altijd dicht bij me, qua scoren dicht bij elkaar zit. En toch proberen altijd de beste te zijn. Dus het beste uit jezelf naar boven te halen. Dat vind ik het mooie van het spelletje. Ja, en ook echt iedereen kan meedoen, toch? In principe kan iedereen, ja. Zeker mijn open toernooi is eigenlijk van jong tot oud, gehandicapt. Het maakt allemaal niet uit. Overal is wel een mouw op aan te passen inderdaad. En iedereen kan gewoon meedoen. En jullie willen volgend jaar willen jullie meedoen ook met internationale toernooien. Daarvoor hebben jullie wel wat geld nodig. Om hoeveel geld gaat dat? De Q-School, zeg maar, dat is voor een PDC wat in Hildesheim gespeeld. Daar gaat het om £500. Dat is alleen inschrijfgeld. Dan speel je 4 toernooien. En daarnaast hoop ik eigenlijk een challenge tour meer te kunnen gaan gooien. Dat zal ongeveer, zou het zijn, in totaal zijn het 6 toernooien. Of 6 weekenden, zeg maar, met 4 toernooien. En dan zal het om en nabij op £4800 uit moeten komen. Dat zal dan inschrijfgeld, hotel, dat vlucht, zeg maar, dat soort dingen zitten dan bij in. En dat is dus omgerekend €5500 is dat omgerekend. Hoe willen jullie dat geld eigenlijk binnenhalen? Of hoe, via sponsors of andere dingen? Ja, dat zal natuurlijk wel het mooiste zijn. We hebben ook gewoon een huishouden ernaast. En dan is het eigenlijk gewoon te veel om het zelf te kunnen betalen. Als een sponsor maakt het natuurlijk niet uit. Kijk, één grote sponsor zou mooi zijn. Maar een aantal kleine sponsoren zijn natuurlijk ook welkom. En hoe vaak daten jullie nou eigenlijk hier in de Stam? Hier spelen we op maandagavond. Gooien we je Eredivisie DVO. Wij willen dadelijk de Super League ook hier naartoe gaan halen. Daar zullen we eerst voorrondes voor moeten gaan gooien. Daar zullen wij ook allebei in spelen in dat team. Dus dan zal het dadelijk 2 keer hier in de kroeg zijn. Ja, wat zijn jullie ambities verder op dartgebied? Ik wil dan ook de Nederlandse ranking afgaan. Dat is dan nu 6 rankings over het hele land door. Dan kun je elke keer punten scoren. En het zal mij wel mooi lijken om daar het eerste jaar de top 20 en dan later de top 10. Zo hoog mogelijk. Voor mij zal het sowieso dit jaar, dus even een aanloop naar 2021, is voor mij vooral heel veel trainen. En ik wil in 2021 eigenlijk de internationale toernooien gaan gooien, zoals de Pro Tour of de Challenge Tour en Q-School. En daarnaast wil ik inderdaad ook de NDB gooien, dat is dan van de Nederlandse Dartbond. Dat zal dus ook die 6 toernooien zijn. En de ambitie is natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen en wellicht een tourkaart kunnen halen om over een paar jaar zo mooi zijn natuurlijk zijn voor iedereen om een WK te halen. Dus dat zijn wel de grote ambities, ja. Mooi tegenover Michael van Gerwen. Dat zou wel mooi zijn, maar wel pas finale, want anders wordt het wat tricky, hè?